Ik heb in het verleden zelf gelopen en dan had ik elke keer blessures. En ik wilde nog één keer proberen of ik misschien toch weer kan hardlopen zonder blessures. En wat heeft u geleerd op de looptraining? Dat ik veel te hard liep. En dat ik in een groepje mijn tempo lager hou en dus blessurevrij loop. Heeft u voor de wedstrijd zelf een loopschema gemaakt of wordt dat gemaakt? Dat wordt gemaakt door de vereniging en dat staat ook keurig op internet. Dus als je een keertje niet met de training mee kan doen, dan op internet vinden wat de bedoeling is die week. En wat was voor u de reden om te starten met de looptraining? Ik heb eigenlijk een hele tijd heb ik aan spinning gedaan en ik miste het sporten in de buitenlucht. Dus vandaar dat ik weer bij de lenteloopgroep ben begonnen, want dat heb ik 10 jaar geleden ook gedaan. En het was toen, heel goed bevallen. Wat heeft u geleerd op de looptraining? Ik heb vooral andere mensen leren kennen. En wat ik daadwerkelijk over het lopen geleerd heb is dat je goed ook op je houding moet letten. En het zeg maar gefaseerd ook leren lopen. Dus niet te snel van start willen gaan, maar gedoseerd lopen. En wat was voor u de reden om te starten met de looptraining? Ik wilde iets aan sport gaan doen. En wat heeft u geleerd op de looptraining? Ik heb geleerd om in ieder geval 7,5 kilometer te kunnen hardlopen. Wel met rustpauzes uiteraard. Maar dat had ik aan het begin van het deelnemen niet verwacht dat ik dat zo lang zou vol kunnen houden. En doet u de prestatieloop van 7,5 of 15 kilometer? Van 7,5 kilometer. En hoe lang denkt u over de loop te gaan doen? Ik wil hem graag uitlopen. Dat is mijn doelstelling. En hoe lang? Dat maakt niet uit. Het halen van de finish, dan ben ik al heel blij. Oké, bedankt. Die is vandaag voor het eerst de 7,5 kilometer gelopen na een voorbereiding van 4-5 maanden. En als je dan in zo'n tijd 7,5 kilometer kan lopen, joh, dat is toch een compliment waardig. Oh, de vrouw van de burgemeester die zie ik al met het wapen in de handen staan. Dus dat kan dan niet lang meer duren. Voordat het startschot gelost gaat worden van de 7,5 kilometer. Dat is hem! Mooi gedaan, mooi geschoten. En daar gaan ze weg. 7,5 kilometer. Rondom hier. Mooie plaats van Papendrecht. En de winnaars zijn er 10 pallen al voorbij. En die gaan dan de eerste kilometer beginnen van deze 31ste lenteloop. Het is belangrijk om looptrainingen te volgen, omdat je vaak zelf, als je zelf gaat lopen, in je eentje, je hebt goede voornemens, dat je dan op een verkeerde manier leert hardlopen. Hardlopen is een kunst. En het is wel grappig om te zien dat je, zeker bij beginnende lopers, die staan verbaasd over wat ze tijdens het lopen van onze trainers te horen krijgen. Hoe ze hun houding moeten afveranderen, hoe ze hun voeten neer moeten zetten. Dat ze vooral niet te hard moeten lopen en dat soort zaken meer. Dus het is hard. Het is goed om daar een training voor te volgen. Oké. En wat leer je op zo'n looptraining? Wat je op een looptraining leert is hard, is lopen. Eigenlijk leer je opnieuw lopen. Er zijn een heleboel mensen die zetten hun voeten verkeerd neer. Die gebruiken hun armen verkeerd. Ja, die gebruiken hun bovenlichaam in plaats van dat ze hun armen gebruiken. En daarnaast leren ze zich beheersen. Het grappige is dat wij leren de mensen dat ze zo hard moeten lopen dat ze nog kunnen praten met elkaar. En op een gegeven moment komen ze daarna na zoveel weken achter dat ze al kakelend door Papendrecht heen lopen. En dat ze dus eigenlijk helemaal niet meer doorhebben dat ze aan het hardlopen zijn. Is hardlopen leuk? Soms wel, soms niet. Het eerste kwartier doet het zeer en dan denk je van, waar ben ik aan begonnen? Maar op het moment dat je dan warm bent en je praat met elkaar en je ziet dingen, dan is hardlopen leuk.
En je krijgt er een goed gevoel van. Wij zijn van het Running Health Center en met vestiging in Albert Schweitzer ziekenhuis. En wij proberen mensen die dus met hardlopen zijn begonnen, zeker op een stukje op streek zijn, maar toch tegen een probleem aanlopen, om die toch verder te helpen via met name website gebeuren. En daarvoor delen wij nu folders uit, zodat mensen op ons kunnen inloggen, zodat wij ze verder kunnen helpen. En wij zijn dan een sportpsycholoog, een diëtist, een manueel therapeut, sportfysiotherapeut, eventueel orthopedisch chirurg, sportarts, diëtist, psycholoog. 7 mensen. Dus alle aspecten denken wij van het hardlopen kennen en beheersen en preventief kunnen werken om mensen verder te helpen als ze tegen een probleem aanlopen of überhaupt als ze willen gaan hardlopen. En 138 gaan we hier doorkrijgen. En dat is Hero Spaan. De nummers 1, 2 en 3 zijn hier binnen in een tijd van 27 minuten 40 ongeveer. En we gaan eens even kijken. Dat is sneller dan wat gedacht. Daar was het 26,55. De dame 540 gaan we hier doorkrijgen in 540. We blijven hier zo op de wagen. We gaan een beetje rondom hier dus langs het parcours. 31 minuten 50. En natuurlijk, we gaan naar het 4 kilometer punt op de 15 kilometer. Even zijn t-shirt nog uitgedaan, van de weg warm gekregen natuurlijk, 425. Een eindtijd van 48 minuten en 46 seconden officieus. Dan heeft hij toch het laatste stukje nog aardig wat secondes gepakt. Patrick Quist. Patrick Quist, en hoe is deze loop bevallen? Ja, heel goed. Nee, maar hij bevalt altijd heel goed. Dit keer is hij onder wat betere omstandigheden, niet zo warm. Normaal kan het hier best wel warm zijn, maar ja, heerlijk gelopen. Goed georganiseerd, mooi parcours. En je eindtijd nog verbeterd? Nou nee, ik ben alweer tevreden met een 48er. Want het zat er 2 weken geleden nog helemaal niet in. Dus ik heb nu heel behouden en goed kunnen lopen. Ja, om te knokken, maar ja, het ging goed. Mooi verplessen. Hey, fantastisch, gefeliciteerd. Hartelijk dank. Maar toch wel wel op het doen. 50-43. 50-43, de nummer 2. Patrick 1. Ik ben Robert Willemsen, ik ben 45 jaar en ik loop voor Rotterdam Atletiek. En u kwam als tweede over de finish, zeg ik. Ja, ja. Een nieuw persoonlijk record van 50 minuten en 43 seconden achter mijn clubgenoot Patrick Quist. En hoe vond u deze loop? Ja, hartstikke leuk. Dus, ja, elk jaar weer leuk. Dus dit jaar iets minder druk bezet, omdat er veel andere evenementen zijn dit weekend. Maar toch, ja, het is altijd een prima georganiseerde loop en ik doe er graag aan mee. Oké, gefeliciteerd in ieder geval. Dankjewel. Maar 57, 59, dus iets langzamer, maar geen probleem. 1 en 2, Carlo Opphorst en Anne Zijdeveld. U heeft het zwaar gehad? Ja, ik heb het zwaar gehad. Ik had kramp gekregen. Mijn rechterkuit, dus ik moest even wandelen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ga het gewoon weer proberen, langzaamaan. En dat ging goed. En waar gebeurde dat? Op welk punt? Nou, rond de 3 kilometer. Dus al vrij snel eigenlijk, op de helft zo'n beetje. Dus, maar ja, goed.
Komt u dat u te snel bent gegaan in het begin? Of? Geen idee. We gingen een heuveltje op en ik denk dat het daar gebeurd is. Dus, maar ik ben blij dat ik hem uit heb gelopen. En nogal een mooie tijd ook. Dus prima hoor. In ieder geval gefeliciteerd, ja, dankjewel. Dankjewel hoor. Je kwam juichend over de streep. Ja. Overwinning voor uzelf. Oh, de eerste keer dat ik meedoe. U bent begonnen in? Het loopproject. In het loopproject? Ja. Langzaam het lopen geleerd heb ik gisteren gehoord en nu het einddoel bereikt. Ja, absoluut. Kijk dan. In 47 minuten en niet moe. Moeizaam. Moeizaam? Maar het weer was fantastisch. Lekker gelopen. 5 minuutjes sneller dan vorig jaar. Dus voor een oude man als ik valt het niet tegen, toch? Oud? 51. Nou, dat is nog niet oud, hè? Dan hebben jullie fantastisch gedaan. Dankjewel. Dit is de plek waar alles geregistreerd wordt. Ja, we zijn druk bezig, zoals u ziet, met het registreren van de tijden. U staat met uw handen in uw zak? Ja, elektronica is voor niks, hè, tegenwoordig. Wat is het principe? Hoe werkt het? Alle lopers die hebben een chipje op hun schoen. Die gaan over de mat bij de finish. Wij registreren de tijd en komt in de laptop en dat gaat direct het internet op. Meneer Stout van het Rode Kruis, wat is de stand van zaken? Is er nog ongelukken gebeurd? Nee, de stand is gewoon nog steeds 0-0. En echt 0-0. Dat is gewoon tot nu toe gelukkig helemaal niks plaatsgevonden. Geen enkel incident? Nog geen enkel incident. Ook niet iemand die zegt van au? Nee, wel mensen die een schaar komen halen om een nummertje van hun schoen af te knippen. Dus de schalen die slijten met de knippen van de nummertjes. Nou, we hopen dat de rest van de dag zo blijft. Succes! Goed voor de foto. Derde plaats. De winduit van Passaat. Thuisloper. Uit Maassluis, Maria Zwijnenbeul. Tweede plaats. Naar Dordrecht, Bianca Noorlander. Winnares in deze klasse.